بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته best brothers and sisters welkom alweer. We hebben een zomerbreak gehad afgelopen 2 maanden en ik hoop dat iedereen in goede staat van gezondheid en iman verkeert. En we gaan de lessen vanaf vandaag weer oppakken, inshallah. Dus weer elke woensdag om 8 uur. Dus in plaats van 7 uur doen we om 8 uur. Ja, zoals jullie gewend waren, de lessen werden op locatie gegeven de afgelopen tijd. Dus voor de zomervakantie. Alleen de faciliteiten op locatie, op dit moment is het niet mogelijk om twee aparte ruimtes tegelijk te gebruiken. En om daar ook tegelijk dus geluid en beeld te hebben. Waardoor ik heb besloten om het voor nu even online te doen. En mochten de faciliteiten het toelaten, dan gaan we weer terug naar locatie. En voor de mensen die het online volgen, die kunnen gewoon natuurlijk online blijven volgen. Dus dat even gezegd te hebben. Nou, even samenvatten. We zijn inmiddels, zoals jullie kunnen zien hier, zijn we bij les 7 beland. We hebben de afgelopen tijd hebben we de biografieën bestudeerd van een aantal metgezellen van de profeet, alayhi salam, de Mubashirin bil Jannah. We hebben het gehad over Abu Bakr, we hebben het gehad over Umar ibn al-Khattab, we hebben het gehad over Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. En de laatste les, dat was net voor de zomervakantie, hebben we het gehad over de twee metgezellen van elkaar, Talha en Zubair. Dus daar zijn we toen geëindigd. En vandaag gaan we verder, dus we zijn bij de 7e beland. En dat is Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Waar ik mee wil beginnen is een uitspraak van een van de vroegere Salafus Salih, een van de vrome voorgangers, Sufyan al-Thawri, rahimahullah. Hij heeft gezegd, wanneer de vrome worden genoemd, dan daalt de genade van Allah neer. Dus wanneer de vromen worden genoemd, dan daalt de genade van Allah neer. Daar wil ik even mee beginnen, omdat wij het besef moeten hebben dat wanneer wij het leven bestuderen van de vroegere helden van de islam, de grootheden uit onze geschiedenis, de vrome moslims, dat wanneer wij dat doen, dat de genade van Allah neer zal dalen. En dat uit zich in rust, je zal een bepaalde vorm van rust ervaren. Want je gaat letterlijk terug in de tijd, naar een ander tijdperk met een ander soort mensen. En je verlaat even het tijdperk waar we vandaag de dag in leven. En alle fitten die we vandaag de dag om ons heen zien en noem het allemaal maar op. Dus we gaan echt letterlijk terug in de tijd en naar een ander tijdperk van de vrome voorgangers. En waarom ervaren wij die genade van Allah? Omdat wij hun levens bestuderen. Wanneer je de levens bestudeert van de vrome voorgangers en je verdiept je echt in hun leven, dan zul je aan jezelf merken dat je op een gegeven moment, dat je als moslim, dat je de wereld op een andere manier gaat benaderen. Je gaat anders naar dingen in het leven kijken. Want je gaat het niet door de lens bekijken van de rappers, of van de muzikanten, of van de social media influencers vandaag de dag, die de wereld via een bepaalde lens aan jullie presenteren. Nee, je gaat op dat moment de wereld en al haar verleidingen ga je bekijken door de lens van mensen als Abu Bakr en Omar en Uthman en Ali en alle andere metgezellen van de profeet, alayhi salatu wassalam. Dus je zult die genade van Allah zul je dan ook altijd voelen. Dus wanneer je oprecht het leven bestudeert van de vrome voorgangers, dan zul je aan jezelf merken dat je een bepaalde rust ervaart en je zult de genade van Allah zul je ook gewoon voelen. En daarom zei een van de vrome voorgangers, Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah, een van de grootste geleerde uit de islamitische traditie van de eerste generaties van moslims. Op een dag kwamen wat mensen naar hem toe en ze zeiden tegen hem, ja Abdullah, wanneer wij het gebed hebben verricht, dan zitten wij ergens in de hoek van een moskee. Waarom kom jij niet na het gebed bij ons zitten? Dus waarom join je ons eigenlijk niet na het gebed? Waarom doe je dat niet? En hij zei tegen hun van, ik zit met de metgezellen van de profeet alayhisselam en de tabi'in, de opvolgers van de metgezellen. Ik bekijk en bestudeer hun boeken en ik bekijk en bestudeer hetgeen wat ze hebben nagelaten. Waarom moet ik met jullie zitten? Want het enige wat jullie doen is eigenlijk roddelen over andere mensen.
En het hebben over zaken die dunyawi zijn, die wereldse zijn, die geen enkele toevoeging hebben aan mijn iman en aan mijn beleving van het geloof. Dus Abdullah ibn Mubarak die zegt hier eigenlijk, en we moeten reflecteren op dit soort uitspraken. Hij zegt van, waarom zou ik bij jullie zitten? Waarom zou ik bij jullie zitten? Want ik zit bij de metgezellen van de profeet, alayhi salam, en de studenten van de metgezellen van de profeet. En hij zegt dit in een tijdperk waarin de metgezellen allemaal niet meer in leven zijn. Dus wat bedoelt hij met, ik zit bij hun? Hij bedoelt hiermee, ik ben bij hun, hè, met mijn geest, met mijn ziel, ook al ben ik niet fysiek bij hun, want ze leven niet meer, maar ik ben bij hun met mijn geest en ziel, omdat ik me verdiep in hun levens, in hun boeken, in hun nalatenschap. En hij zegt, dat is wat ik prefereer. Waarom moet ik bij mensen zitten die alleen maar over anderen roddelen en alleen maar mij afhouden van het aanbidden van Allah. Dus daar wil ik even mee beginnen. Dit is het doel wat wij voor ogen hebben wanneer wij het hebben over de metgezellen van de profeet alayhi salam. Wij willen die genade van Allah willen wij voelen in ons leven. En wij willen het leven zien door de lens van mensen als Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali radiallahu anhum. En niet door de lens van de influencers van vandaag de dag. Wij beginnen met een metgezel van de profeet, alayhi salam, die bekend is als Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu. Wij beginnen zoals we altijd doen, beginnen we bij familie en islam. Zijn kunya, dus zijn bijnaam, was Abu Ishaq. Al had deze metgezel van de profeet, alayhi salam, had vele andere bijnamen, maar zijn voornaamste bijnaam was Abu Ishaq. Dat was zijn kunya. Zijn naam, zoals hij bekend is bij ons, is Sa'd ibn Abi Waqqas. Zijn acceptatie van de islam, dat kwam door de da'wa van Abu Bakr radiallahu anhu, daar kom ik straks nog even op terug. Wat betreft zijn familie, wie waren zijn familieleden? Zijn moeder was Hamna bint Abi Sufyan. En zij was van de Bani Zuhra, de Bani Zuhra stam van de Quraysh. En zijn vader, die bekend is als Abu Waqqas, zijn echte naam was Malik ibn Wuhayb. En ook hij was van de Bani Zuhra. Ja, dus we hebben het hier over de Bani Zuhra-stam. Ik wil het vandaag ook een beetje interactief maken. Dat jullie niet alleen maar even luisteren en in slaap vallen. Ik probeer het ook een beetje interactief te houden. Dus mijn vraag aan jullie is. We hebben het hier over de stam van Bani Zuhra van de Quraysh. Wie van de familieleden van de profeet, alayhi salam, was van de Bani Zuhra? Wie van jullie weet dat toevallig? Want Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, was familielid van de profeet. Heel goed, inderdaad, Suraya. Zijn moeder, inderdaad, Amina. Amina, de moeder van de profeet, alayhi salam, hij was Zuhriya, Amina Zuhriya. Zij was van de Bani Zuhra. Dus Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, was zowel via zijn vader als via zijn moeder, was hij verbonden met de profeet, alayhi salam. En daarom werd hij ook wel de oom of de neef van de profeet, alayhi salam, genoemd. Dus hij had een familieband met de profeet via zowel zijn vader als via zijn moeder, omdat zij allebei van de Bani Zuhra waren. Dat is de substam van de Quraysh, waartoe de moeder van de profeet, alayhi salam, behoorde. Wat betreft Sa'd ibn Abi Waqqas, we hebben het gehad over de andere metgezellen en wie waren hun kinderen, wie waren hun vrouwen. Subhanallah, wat betreft Sa'd ibn Abi Waqqas, Allah heeft hem vele zegeningen gegeven. De grootste zegen die Allah hem heeft gegeven, is het feit dat hij behoorde tot de 10 metgezellen van het paradijs. Maar op het gebied van nalatenschap, of geslacht en familie, zien wij dat hij enorm veel vrouwen had. Ik heb zitten kijken naar hoeveel vrouwen hij had. Ik heb er 12 ontdekt, dus hij had in totaal 12 vrouwen die bekend zijn. Ja, dus dat waren vrouwen met wie hij dus een huwelijk had afgesloten. Natuurlijk niet alle 12 tegelijk, want in de islam, zoals jullie weten, mag een man maximaal 4 vrouwen huwen. Dus hij heeft in totaal in zijn leven heeft hij ongeveer 12 vrouwen heeft hij gehuwd. En van al die vrouwen heeft hij kinderen gekregen. En hij heeft meer dan 20 kinderen uiteindelijk kunnen verwekken via meerdere vrouwen. Dus Allah heeft hem gezegend met enorm veel nageslacht. Enorm veel nageslacht. En dan heb ik het alleen over de vrouwen met wie hij getrouwd was. Hij had natuurlijk ook vrouwen die, met wie hij niet getrouwd was, die zijn bezit waren. Maar dat is een andere zaak. Maar in ieder geval had hij enorm veel vrouwen en enorm veel kinderen. En de kinderen van Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, hebben ook grotendeels de ahadith die van hem zijn overgeleverd.
In de Sahih van Imam Muslim en Imam al-Bukhari zijn er ongeveer 15 ahadith die zijn overgeleverd door Sa'd ibn Waqqas radiallahu anhu. En het grootste deel daarvan is overgeleverd door zijn kinderen. Dus hij had enorm veel kinderen. En zijn kinderen hebben later ook belangrijke rollen gehad in de verschillende dynastieën. Dus zowel de dynastie van de Rashidun als daarna de dynastie van de Umayyaden, Banu Umayya. En zijn dochters werden vaak ook zij werden gehuwd aan verschillende stamleden, waardoor Sa'd ibn Abi Waqqas ook banden kreeg met heel veel stammen. En uiteindelijk zelfs in het latere Spanje, het latere islamitische Spanje in El-Andalus, zelfs daar is uiteindelijk later een familie ontstaan eigenlijk, een bekende familie, die ook uit geleerden bestond, die afstamde van de kinderen van Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Dus hij heeft enorm veel kinderen kunnen verwekken. Dat is een ni'ma die Allah hem heeft gegeven. Wat betreft zijn acceptatie van de islam. Zijn acceptatie van de islam. Ik zei net al, Abu Bakr radiallahu anhu. Toen we het hadden over Abu Bakr, hebben we gezegd dat Abu Bakr radiallahu anhu, nadat hij de islam accepteerde, begon hij met het doen van da'wah, met het uitnodigen van de mensen tot de islam. En hij wist enorm veel metgezellen, wist hij te bekeren tot het geloof. En een van die metgezellen was Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu. Hij kreeg da'wa van Abu Bakr en hij accepteerde de islam. De geleerden zijn het, Imam al-Dhahabi en Imam ibn Kathir, die vernoemen beide andere leeftijden. Sommige geleerden zeggen hij werd moslim op zijn 17e. En sommige geleerden, of Imam al-Dhahabi als ik me niet vergis, die zegt dat hij moslim werd op zijn 19e. En hij zegt zelf, een van de studenten van Sa'd ibn Abi Waqqas was Sa'id ibn al-Musayyib. Hij heeft overgeleverd dat Sa'id heeft gezegd, niemand accepteerde de islam behalve op de dag dat ik het geloof omarmde. En ik bleef 7 dagen een derde van de islam. Dus hij zegt hier eigenlijk van, nadat ik de islam accepteerde kwamen er geen moslims bij. En 7 dagen lang was ik 1/3 van de umma. Dus we hebben tegenwoordig, zoals jullie weten, miljarden moslims op de wereld. Volgens sommigen wel 2 miljard. Dus enorm veel. Als we kijken naar wie zijn wij. Ja, wij zijn niet eens 0,0,0,1% van de umma. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu was in zijn tijd 1/3 van de umma. Dus de eerste jaren van de da'wah van de profeet. Sa'd ibn Abi Waqqas, zijn verhaal en islam is een enorm inspirerend verhaal. Want wat gebeurde er? Hij komt van de Bani Zuhra, hebben we net gezegd. Nadat hij zich bekeerde tot het geloof, zijn moeder kwam daarachter. En zijn moeder zei tegen hem, jij zal de islam moeten verlaten. Ik accepteer het absoluut niet dat jij de islam accepteert en dat je het geloof van Mohammed overneemt. Dus zijn moeder was absoluut niet blij met het feit dat hij moslim was geworden. En sterker nog, zij beproefde hem met zijn geloof. Want wat zei ze tegen hem? Ze zei tegen hem van, ik zal niks meer eten en drinken totdat jij afstand neemt van de islam. Subhanallah, zijn eigen moeder zegt, ik zal niks meer eten en drinken totdat jij afstand neemt van de islam. En zijn moeder begint op een gegeven moment met een soort van hongers. Ze begint haarzelf te verhongeren, zij eet niks meer. Dit duurt een aantal dagen. Zijn moeder was natuurlijk al best wel op leeftijd. Dit duurt een aantal dagen. En ongeveer op de 3e dag, wanneer zij bijna overlijdt doordat zij niet eet en drinkt, wordt Sa'd geroepen naar zijn moeder door zijn familieleden. En zij zeggen tegen hem van, kijk wat je onze moeder eigenlijk aandoet. Verlaat de islam of zij zal overlijden. Dus hij wordt eigenlijk geblackmailed van, kijk, als je niet stopt met het geloof, de islam, dan zal je moeder overlijden en ben jij verantwoordelijk. En wat zei Sa'd ibn Abi Waqqas hierop? Hij zei tegen zijn eigen moeder, hij zei tegen haar, o moeder, al overlijd jij en word jij nog een aantal keer opnieuw tot leven gewekt en heb jij meerdere levens en sterf jij elke keer en kom jij weer tot leven, dan nog zal ik geen enkele centimeter buigen en dan zal ik geen afstand doen van het geloof. Dus zijn moeder staat tot het punt. En we hebben het hier over iemand die nog net de islam heeft geaccepteerd. Hè? We hebben het niet over iemand die al tarbiyah heeft gekregen van de islam, die al jaren moslim is, die al kennis heeft opgedaan en die, noem het maar allemaal op. Nee, we hebben het hier over iemand die gewoon eigenlijk een tiener is, een jonge man. En alles wat hij heeft in zijn leven wordt hem afgenomen en zijn moeder staat op het punt te overlijden. Maar hij zegt, al zal jij sterven en opnieuw tot leven worden gewekt en gaat dat een aantal keer door, nog zal ik geen afstand doen van de islam.
En wanneer zijn moeder dat hoort, dan heeft zij natuurlijk in de gaten dat hij onbreekbaar is, dat hij sterk en standvastig is in zijn geloof. En begint zij weer te eten en verlaat zij die hongersnood die ze haarzelf had aangedaan. En zij doet iets anders. Dus dit mislukt eigenlijk. Wat doet zij? Zij probeert nu de islam te gebruiken om hem van zijn geloof te doen afdwingen. Dus wat zegt ze tegen hem? Zij zegt tegen hem, O Saad, jij bent moslim toch? Is het niet zo dat de islam predikt dat je goed moet zijn voor je ouders? Is het niet zo dat de islam predikt dat je je moeder moet gehoorzamen? En zij zegt dat tegen hem om hem eigenlijk van in een moeilijke positie te brengen, want ze gebruikt de islam tegen hem. Want inderdaad, de islam roept inderdaad op tot het gehoorzamen van de ouders en het respecteren van de moeder. Dat is iets wat de islam inderdaad oproept. En op dat moment, subhanallah, wat gebeurt er? Op dat moment laat Allah azza wa jal, die laat verzen neerdalen uit surat Luqman. En op dat moment daalt Allah de verzen neer. En wij hebben de mens opgedragen om goed te zijn voor de ouders, voor zijn ouders. Zijn moeder droeg hem in haar buik in een toestand van zwakheid, boven zwakheid. En zijn spenen geschiet in 2 jaar. Dus wees mij en wees je ouders dankbaar. En tot mij is de terugkeer. En Allah zegt, en als zij erop aandringen dat jij deelgenoten aan mij toekent, waar jij geen kennis over hebt, gehoorzaam hun, dus je ouders, dan niet. Dus Allah, op dat moment doet Allah de openbaring neerdalen, waarin hij duidelijk maakt dat inderdaad als moslims wordt er van ons verwacht dat wij onze ouders respecteren en gehoorzamen. Maar wanneer zij iets van ons vragen wat niet in lijn is met de islam, met de boodschap van de islam, dan gehoorzamen wij niet. En de reden dat deze verzen werden geopenbaard door Allah uit Surat Luqman is dus het incident van Sa'd ibn Abi Waqqas en zijn moeder, die tegen hem zegt van, hey, verlaat het geloof, want jij moet toch volgens je eigen geloof, moet jij je ouders gehoorzamen. Dus Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, is dus een van de eerste moslims. Hij is een van de eerste die de islam accepteert. En hij behoort eigenlijk tot de eerste groepen van moslims. Sommige geleerden zeggen zelfs dat hij na Khadija, Ali, Zayd ibn al-Haritha, en Abu Bakr radiyallahu anhu, dat hij degene is die daarna de islam accepteerde als de vijfde. Dat zeggen sommige geleerden. Maar hij behoort in ieder geval tot de eerste groep van moslims. En dat betekent dus ook dat hij behoort tot die groep die alles hebben meegemaakt. De vernedering van de moslims, de onderdrukking van de moslims. Hij heeft met zijn ogen gezien hoe Bilal radiyallahu anhu werd gemarteld. Hij heeft gezien hoe Ammar werd gemarteld. Hij heeft gezien hoe de ouders van Ammar ibn Yasir, hoe zij werden gemarteld. Sumayya radiyallahu anha, de eerste martelares in de islam. En de vader van Ammar, hij heeft het allemaal kunnen zien. Hij heeft alles meegemaakt. Dus hij heeft echt geleden met de profeet, alayhi salatu wassalam. En dat komt ook naar voren in een aantal uitspraken. Zoals deze uitspraak, die is vermeld in een boek over zijn leven in Mekka. Dus hoe leefde Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, in Mekka in die eerste moeilijke jaren. En er wordt overgeleverd dat hij zou hebben gezegd, wij waren een gemeenschap. Die werd geteisterd door de uitdagingen en ontberingen samen met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Toen de ramp ons overkwam, herkenden we het. Dus volharden we en doorstonden wij. En ik herinner mezelf met Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in Mekka. Ik ging op een avond weg om te urineren. En terwijl ik mezelf ontlastte, hoorde ik plotseling iets onder mijn urine echoën. En ontdekte ik dat het een stuk van de huid van een kameel was. Dus ik nam het mee. Ik waste het en ik verbrandde het. En ik plaatste het toen tussen twee rotsen en ik verpletterde het. En toen slikte ik het door en dronk ik water om energie te ontwikkelen, om 3 dagen lang iets van energie in mijn lichaam te krijgen. Dus subhanallah. En hou dit vast. Want Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dit is wat hij meemaakt in Mekka in die eerste moeilijke jaren. Hij moet letterlijk, de huid van een kameel. We hebben het hier over de huid van een kameel, die bedekt is met ontlasting en urine. Die maakt hij schoon, wast hij en verbrandt hij. En hij verplettert het en hij slikt het door en hij drinkt het met water om iets van energie in zijn lichaam te krijgen. Dus dit is de wijze hoe hij moet lijden en hoe hij beproevingen moet doorstaan samen met de profeet, alayhi salam.
Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu is ook een van de mensen die ook die jaren moest doorstaan toen de oom van de profeet Abu Talib en de profeet alayhi salam, toen de Banu Hashim, toen zij op een gegeven moment door de Quraysh, van de Quraysh die zei op een gegeven moment van tegen Abu Talib, blijf jij hem steunen, blijf jij Mohammed steunen, dan zullen wij niet meer met jullie handelen, zullen wij jullie geen voedsel meer geven en zullen we jullie eigenlijk boycotten. En dat gebeurde een aantal jaren en de jaren van honger. En in die jaren, een van de metgezellen die toen aan de zijde stond van de profeet, alayhissalam, en in die jaren buiten Mekka, in die moeilijke periode, de periode waarin de profeet, alayhissalam, Khadija, zijn geliefde vrouw, had verloren. De periode waarin de profeet, alayhissalam, zijn steun en toeverlaat, zijn oom, Abu Talib, had verloren. In die moeilijke periode stond Sa'd ibn Abi Waqqas aan de zijde van de profeet, alayhissalam. En hij beschrijft hier zelf wat hij meemaakte aan de zijde van de profeet, alayhissalam. Dus in Mekka had hij een moeilijk bestaan. Een moeilijk bestaan. Wat betreft de hijra, want zoals jullie weten, de metgezellen van de profeet hebben hijra gedaan naar Habasha en naar Ethiopië. En daarna werd toestemming gegeven om hijra te doen naar Al-Medina. Wat betreft de hijra naar Habasha, Sa'd ibn Abi Waqqas heeft die hijra niet verricht, omdat hij in Mekka blijkbaar niet zodanig werd bedreigd door de Quraysh. En hij gewoon daar kon leven. Dus hij heeft geen hijra gedaan naar Habasha. Maar wat betreft de hijra naar Medina, dan ga ik jullie weer een vraag stellen. De profeet, alayhissalatu wassalam, toen hij, voordat hij vertrok naar Medina om daar de hijra te doen, hij stuurde toen een metgezel, stuurde hij toe naar Medina, om de mensen daar de islam te onderwijzen. Om da'wa te doen bij de mensen van Medina. Wie was die metgezel? Wie was die metgezel? Wie kan mij daar antwoord op geven? Eventjes kijken. Ja, heel goed, mashallah. Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair, radiyallahu anhu. Dat was inderdaad de metgezel die door de profeet werd gezonden naar Medina om daar de mensen uit te nodigen tot het geloof. Dus voordat de hijra werd gedaan door de moslims. En er wordt gezegd dat Sa'd ibn Abi Waqqas, dat hij ook voordat de mensen hijra deden naar Medina, dat hij door de profeet ook werd gestuurd naar Medina, samen met Mus'ab ibn Umair, om daar dus da'wa te doen onder de mensen van Medina. Dus het leven van Sa'd ibn Abi Waqqas in Mekka was een moeilijk, hard leven, waarin hij heel veel moest doorstaan. Hij werd beproefd met zijn moeder. Hij werd beproefd door zijn familie. Zijn bezittingen werden hem ontnomen. Hij had niks te eten of te drinken. Jullie zien hier, hij moest zelfs de huid van een kameel moest hij koken en eten. Dus hij heeft enorm veel geleden in die eerste dagen, in die eerste jaren samen met de profeet, alayhissalatu wassalam. Daarna doen de moslims natuurlijk hijra naar Medina. Wat betreft Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Wij hebben het bij de andere metgezellen, hebben we het gehad over de karakters eigenlijk van de metgezel. Als we kijken naar, we hebben het gehad over Omar, radiyallahu anhu. Toen hebben we gezegd over Omar, dat Omar een sterke man was, die izza uitstraalde, die een krachtige persoonlijkheid had. Wat Abu Bakr, radiyallahu anhu, betreft, hebben we gezegd, dat was een zachtaardige man, een zachte man, die ook fysiek niet heel erg sterk was, maar toch heel erg standvastig wanneer het ertoe deed. We hebben gezegd over Uthman, radiyallahu anhu, dat hij iemand was die zich schaamde. Hij was degene voor wie de engelen zich schaamden. Hij was de man van de Koran. Iemand die altijd de eenheid van de moslims wilde bewaken. Over Ali, radiyallahu anhu, hebben we gezegd, zijn persoonlijkheid was een sterke, krachtige man. Maar Ali, ook Ali, was iemand die altijd zijn broeders hielp en nooit in opstand kwam tegen iemand. En altijd, ook al was hij soms misschien qua positie hoger dan iemand, omdat hij natuurlijk het neefje is van de profeet, alayhissalam, en hij een bepaalde positie heeft, maar toch was hij altijd trouw aan zijn broeders. Een trouwe, sterke man. Dat was Ali, radiyallahu anhu. Over Talha en Zubair hebben we ook gesproken. Over Zubair hebben we gezegd dat het een krachtige krijger was, een sterke krijger, een sterke man. En Talha, hetzelfde verhaal. Wat betreft Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu, wat was zijn persoonlijkheid? Hij heeft vele bijnamen. En een van de bijnamen van Sa'd ibn Abi Waqqas is de ridder van de islam. De ridder van de islam. De faris van de islam. Omdat hij letterlijk vanaf het begin
tot het leven van de profeet alayhissalam, dus vanaf het begin van de da'wa van de profeet, tot en met het overlijden van de profeet alayhissalam, stond hij zij aan zij met de profeet alayhissalam om hem ten alle tijden te beschermen. Je kan hem wel beschouwen als de bodyguard van de profeet alayhissalam. Hij was een krijger, een sterke man. Hij was iemand die door Allah werd gezegend van alle kanten, met kinderen, met vrouwen, ook later ook met bezit. Iemand die door Allah werd gezegend omdat hij trouw was aan de profeet alayhissalatu wassalam. En dat is ook de reden dat hij door de profeet werd begunstigd met de hadith van jij bent een van de mensen van het paradijs. Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu is een persoon, wat we straks ook kunnen zien. Hij was iemand die niet gaf om de dunya. Hij gaf niet om het wereldse leven. Hij gaf niet om positie. Hij gaf niet om leiderschap. Hij gaf niet om rijkdom. En wanneer fitna zich verspreidde in de islamitische wereld, dan hield hij zich afzijdig, want hij wilde geen bloed vergieten tussen de moslims. Dit was het karakter van Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Hij heeft een grote rol gespeeld, want waarom wordt hij de ridder van de islam genoemd? Hij heeft een grote rol gespeeld in alle veldslagen die de profeet alayhi sallam heeft gevoerd. Ibn Asakir die zegt, Sa'd nam deel aan Badr, hij nam deel aan Uhud. Hij bleef standvastig in Uhud aan de zijde van de profeet alayhi sallam toen de mensen vluchtten. Want tijdens de slag van Uhud, wat gebeurde er? De profeet alayhi sallam die had dus boogschutters aangesteld om een berg, de berg van Uhud, om die zeg maar te verdedigen, om op die berg te blijven staan ten alle tijden. Maar op het moment dat de moslims de winnende hand hadden, begonnen mensen hun posities te verlaten. En uiteindelijk kregen de mushrikien van Quraysh kregen de overhand. En toen begonnen mensen te vluchten. En Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu was een van de metgezellen van de profeet alayhi salam, die streed aan de zijde van de profeet en niet wijkte. Hij bleef aan de zijde van de profeet alayhi salam. Hij was niet een van die mensen die op de vlucht sloegen. Hij was een van de bodyguards van de profeet alayhi salam, samen met een andere vrouw, een sahabiya, die ook tijdens Uhud aan de zijde van de profeet alayhi salam bleef. En ook een andere metgezel die tijdens de slag van Uhud, een helm die terecht kwam in het gezicht van de profeet, die metgezel die trok met zijn eigen tanden, trok hij die helm weg van de profeet, waardoor hij de rest van zijn leven zijn voortanden miste. En dan komt natuurlijk nu de vraag, wie waren die twee metgezellen? Dus Sa'd, weten we nu. Wie was die vrouwelijke sahabiya en wie was die andere metgezel die zijn tanden verloor tijdens de slag van Uhud, doordat hij de profeet alayhissalam verdedigde. Wie waren die twee metgezellen? Een vrouw en een man. Een vrouw en een man. Een vrouw en een man. Zeer, bismillah. Vooral de vrouwen moeten dit absoluut weten. Zoveel bekende vrouwelijke metgezellinnen die hebben deelgenomen aan de strijd, zijn er eigenlijk niet. Je kan ze misschien op twee vingers tellen. Ik geef jullie nog 10 seconden. En anders zal ik het zelf maar verklappen. Niemand, subhanallah, hoe kunnen jullie dit niet weten? Dit stelt mij teleur. De vrouwelijke metgezellin, die zouden jullie allemaal moeten weten. Dat is Nusaybah bint Ka'b al-Ansariya, radiyallahu anhu. Zij was degene die de profeet verdedigde bij Uhud. En de bekende metgezel, dat is de persoon over wie we het volgende week gaan hebben. Dat is degene die met zijn tanden de profeet alayhissalam hielp. En die daardoor zijn tanden moest missen de rest van zijn leven. Dat was Abu Ubaida ibn al-Jarrah, radiyallahu anhu. Dus dat waren de twee namen. We gaan verder. Daarna nam hij deel aan Khandaq, de slag van Khandaq. Dat was de slag waarin de moslims het moesten opnemen tegen de joden van Al-Khandaq. Sa'd ibn Abi Waqqas heeft bij Khandaq een hele belangrijke rol gespeeld. Hudaybiyah. Even kijken. Verdedigde een strijder ook als vrouw. Ja, Nusaybah bint Ka'b al-Ansariya heeft actief meegedaan aan de strijd. Ze heeft actief meegedaan aan de strijd. En daar zijn meerdere overleveringen van. Zij heeft bijvoorbeeld meegedaan bij Uhud.
Ze heeft meegedaan bij Al-Yamama. Het verhaal daarvan heb ik volgens mij al verteld. Zij werd bij Al-Yamama, na de slag van Al-Yamama verloor zij zelfs haar hand. En Khalid ibn al-Walid moest toen op een gegeven moment zelfs haar wonden verzorgen. Dus Nusaybah bint Ka'b al-Ansariya heeft meegedaan tijdens de strijd. En daarmee zeg ik niet dat het voor de vrouw toegestaan is om te strijden natuurlijk. Maar er zijn uitzonderingen in bepaalde context. Vrouwen waren vaak, wat betreft de veldslagen, vrouwen hadden vaak een faciliterende rol in de zin van zij verzorgden de gewonden, zij haalden het water, zij hielpen mee met het begraven van de shuhada, et cetera, et cetera. Maar er waren een aantal vrouwen die actief hebben meegedaan tijdens de strijd. Ook bij Al-Yarmouk, de slag van Al-Yarmouk, hebben vrouwen meegedaan. Maar dat heeft een bepaalde context. Hè? We moeten er natuurlijk daar niet een stelregel van maken van vrouwen moeten zich begeven aan het front of dat soort dingen. Tayyip. Hudaybiyah. Tijdens de Hudaybiyah was Sa'd ibn Abi Waqqas ook aanwezig. En hij was een van de metgezellen die toen de Bay'atu Ridwan gaf. Dus de eed gaf onder de boom van Ridwan aan de profeet. A.s.m. Hij was aanwezig bij Khaybar. Sorry, Khandaq haalde ik net door elkaar met Khaybar. Khandaq was de strijd om de greppel in Medina. Khaybar was de strijd tegen de Yahud van Medina. Khaybar, het fort van Khaybar. Daar heeft Sa'd ibn Abi Waqqas met Ali radiallahu anhu een hele belangrijke rol gespeeld. Mekka, Fath Mekka. Nadat de profeet a.s.w. Begon met het bevrijden van Mekka op de mushrikeen van Quraysh. Nadat zij het verdrag van Al-Hudaybiyah hadden geschonden. Toen stuurde de profeet een leger naar Mekka om Mekka weer in handen van de moslims te krijgen. Sa'd ibn Abi Waqqas was een van de metgezellen die toen een vlag kreeg, een vlag namens de Muhajirin. En hij was een van de metgezellen die dus de vlag droeg. Er is ook overgeleverd wat betreft Mekka, zoals jullie waarschijnlijk ook vaak hebben gelezen en hebben gehoord. Fath Mekka, toen de moslims Mekka weer innamen op de mushrikeen van Quraysh, het was een bloedloze, geweldloze onderneming. Ja, dus met andere zinnen, met andere woorden, toen de moslims binnenkwamen, er heeft geen gevecht plaatsgevonden, er is niemand gedood, er is niemand onrechtmatig iets aangedaan. Het was een hele vredevolle opening van Mekka, waardoor iedereen eigenlijk door de profeet a.s. die vergaf iedereen. En er werd dus daarom ook, er ontstond geen gevecht. Het was eigenlijk een hele bloedloze, geweldloze onderneming. Maar, en ik zeg maar, er waren wel een aantal mensen. De profeet a.s.w. die heeft toen een aantal mensen die grote misdaden hadden gepleegd. Een lijst van een aantal mensen werd opgesteld. En deze mensen hadden grote misdaden gepleegd. En deze mensen, daar zei de profeet a.s.w. over. Wanneer je hun tegenkomt, dan moeten jullie hun doodmaken. En hij zei zelf, zelfs wanneer iemand van hun de Kaaba vasthoudt, zich vasthoudt aan de Kaaba, dan moet je alsnog deze persoon executeren. Waarom? Omdat deze mensen misdaden hadden gepleegd tegen de mensheid. Dit waren mensen die op een verraderlijke manier moslims hadden doodgemaakt. Dit waren mensen die in Mekka vreselijke gedichten schreven waarin de eer van de profeet a.s. werd aangetast, waarin zij de vrouwen van de profeet hadden beledigd. En deze mensen, hun werd geen amnestie verleend en de profeet zei, wanneer u hun treft, dood hen dan. En een van die mensen, en dan moet ik zeggen, een paar van deze mensen werd uiteindelijk wel vergeven, omdat zij uiteindelijk tauba deden tijdens Fath Mekka, waardoor zij werden vergeven. Maar er was één specifieke persoon die geen tauba deed. Dus op het moment dat de moslims Mekka binnenkomen, wat doet hij? Hij gaat naar de Kaaba en hij houdt zichzelf vast aan de Kaaba. En Sa'd ibn Abi Waqqas die ziet dat en hij gaat naar de profeet a.s. En hij zegt, ja, wat moet ik met hem? Hij houdt zichzelf vast aan de Kaaba. Natuurlijk, de Kaaba, zoals jullie weten, is een heilige plek. En de profeet geeft opdracht om hem te doden. Al houdt hij zich vast aan de Kaaba, dood hem dan. En Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu was een van de metgezellen die deze man dus vreselijke misdaden had gepleegd en die niet werd vergeven. En die ook geen berouw toonde, want hij had geen berouw getoond. Deze man werd door Sa'd uiteindelijk bij de Kaaba afgemaakt. Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu was de eerste metgezel en de enigste metgezel
Hij is bekend geworden als de metgezel die de eerste pijl afschoot visabilillah. De eerste pijl, de pijl die werd afgeschoten visabilillah, werd afgeschoten door Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu tijdens de veldslag van Badr. Dus hij nam deel aan alle veldslagen naast Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. En hij was een van de beroemdste schutters van de sahaba van de profeten alayhi salatu wasallam. Tijdens de veldslag van Uhud, ook een wonder wat alleen Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu heeft kunnen zien. En hij zegt, dit is overgeleverd in Sahih van imam Muslim. Op de dag van Uhud, zegt hij, zag ik op de rechter en de linkerflank van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, zag ik twee mannen die witte kleren droegen, die ik daarvoor nooit had gezien. En daarna ook nooit meer heb gezien. En later was bekend dat deze twee mannen die witte kleding droegen, dat dat Jibril alayhi salam was en Mikael alayhi salam. Twee engelen die naast de profeet alayhi salam stonden. En de enige die hun kon zien bij Uhud was Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Zijn dochter had vele kinderen. Een van zijn dochters die heeft overgeleverd. Zij zei, dat is overgeleverd in de Musannaf van Abdul Razzaq. Zij zegt, ik ben de dochter van de emigrant, van de muhajir, voor wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam het offer van zijn ouders aankondigt op de dag van Uhud. Wat wordt hiermee bedoeld? En ook dit is iets wat alleen maar is gebeurd bij Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Want tijdens de veldslag van Uhud, wat gebeurde er toen? Nadat de moslims dus sommige moslims op de vlucht sloegen, et cetera. Sa'd ibn Abi Waqqas had zijn boog in zijn hand en hij begon pijlen af te schieten. En er is overgeleverd, als ik me niet vergis, door Ibn Hajar al-Asqalani, dat hij 1000 pijlen heeft afgeschoten tijdens de veldslag van Badr, Sa'd ibn Abi Waqqas. En de profeet, alayhi salam, was degene die hem die pijlen gaf. Dus hij zag Sa'd pijlen afschieten. En hij gaf de pijlen aan Sa'd en hij heeft toen tegen Sa'd gezegd, mogen mijn beide ouders, zowel mijn moeder als vader, mogen zij worden opgeofferd voor jou, o Sa'd. En de profeet, alayhi salam, er zijn vele ahadith bekend waarin hij zegt, mogen mijn moeder opgeofferd worden. Maar de enigste keer dat hij zijn beide ouders heeft benoemd als zijnde van, mogen mijn beide ouders worden opgeofferd voor jou, was voor Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. En daarom zei zijn dochter later, ik ben de dochter van de muhajir, voor wie Rasulullah sallallahu alayhi wasallam het offer van zijn ouders aankondigde op de dag van Uhud. Dus Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, in het tijdperk van de profeet alayhi wasallam, heeft hij een hele belangrijke rol gespeeld. En heeft hij dus bij alle veldslagen heeft hij een belangrijke rol gespeeld. En hij was constant aan de zijde van de profeet alayhi wasallam. En je moet je af en toe inbeelden. Kijk, we hebben het soms over die verhalen van 1000 pijlen afschieten tijdens een veldslag die een paar uur heeft geduurd. Ik weet niet wie van jullie wel eens pijlen boog heeft geschoten. Ik raad het trouwens iedereen aan om dat wel eens te doen. Want het pijlen en boog schieten is een van de zaken die zijn aangeraden door de islam. Zoals bijvoorbeeld zwemmen, paardrijden en pijlen boog schieten. Dat is benoemd in een hadith. En pijl en boog schieten, ik weet niet hoeveel van jullie dat echt een keer heeft gedaan, maar het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Je moet niet denken aan die pijl en bogen die we vroeger op school hadden met plastic en noem maar op. Het schieten van pijl en boog heb je kracht voor nodig. En om 1000 pijlen af te schieten, dat is iets wat enorm indrukwekkend is. En Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu heeft dat dus gedaan bij de slag van Uhud. Tayyib. Dit is Sa'd ibn Abi Waqqas tijdens het leven van de profeet alayhi salam. Constant aan de zijde. Dus om even samen te vatten. Dus Sa'd ibn Abi Waqqas. Even kijken, je liep vast. Is het nu weer goed of horen jullie mij niet goed? Als iemand even kan bevestigen. Nu goed, oké, alhamdulillah. Ik weet niet hoeveel jullie hebben gemist. Misschien was het maar een paar seconden. Maar wat ik wilde zeggen is, we hebben het nu gehad over Sa'd ibn Abi Waqqas tijdens het leven van de profeet. Dus om even samen te vatten. Hij is een van de eerste die de da'wa van de profeet accepteerde. Hij is iemand die enorm werd beproefd in Mekka. Hij leed aan de zijde en hij werd beproefd aan de zijde van de profeet in Mekka, alayhi salam. Hij heeft enorm veel moeten opofferen. Zijn ouders waren, of zijn moeder was erop tegen. Zijn welvaart werd afgenomen. Hij heeft jaren moeten lijden in de valleien van Mekka samen met de Banu Hashim.
En uiteindelijk heeft hij tijdens alle veldslagen heeft hij een belangrijke rol gespeeld en was hij constant aan de zijde van de profeet, alayhi salam. Er is bijvoorbeeld ook een hadith waarin de profeet, alayhi salam, hij komt terug van Medina. De profeet komt terug naar Medina, hij was op een andere plek, hij komt terug naar Medina. En de profeet die kan niet, die valt maar niet in slaap. En hij zegt, wie van mijn metgezellen is bereid om mij te bewaken? En op dat moment wordt overgeleverd, klinken er wapens, het geluid van wapens klinkt. En wie komt tevoorschijn? Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, die op de hele avond was hij aan de zijde van de profeet en bewaakte hij de profeet alayhi salam. Daarom stond hij dus ook bekend als iemand die constant de profeet bewaakte en een soort van bodyguard was van de profeet alayhi salam. En hij diende de profeet dus zijn hele leven. Dan gaan we nu naar het leven van Sa'd ibn Abi Waqqas na het leven van de profeet alayhi salam. Dus de profeet alayhi salam die keert uiteindelijk terug naar Allah. Hij keert terug naar Allah. Abu Bakr wordt daarna de khalife. Abu Bakr wordt daarna de nieuwe khalife van de moslims. Wie van jullie weet nog hoe lang Abu Bakr heeft geregeerd? Hoe lang heeft Abu Bakr geregeerd als khalife? Wie weet dat nog? Eventjes kijken. 2 jaar. Ja, 2 jaar en een paar maanden. Maar 2 jaar is op zich goed, maar het is 2 jaar en een paar maanden. 2 jaar inderdaad, heel goed, mashallah, 2 jaar. Dus Abu Bakr is de khalifa nadat de profeet alayhissalam overlijdt. In het tijdperk van Abu Bakr is Sa'd ibn Abi Waqqas is aanwezig bij vrijwel alle veldslagen die worden gevoerd in het tijdperk van Abu Bakr, radiyallahu anhu. Hij was volgens sommige bronnen aanwezig bij Yarmouk en bij andere veldslagen. Maar als we het hebben over Sa'd ibn Abi Waqqas, als we zijn naam noemen, dan moeten wij één ding altijd onthouden, dat is namelijk de veldslag van Al-Qadisiyah, Ma'rakat Al-Qadisiyah, een van de belangrijkste veldslagen uit de menselijke en islamitische geschiedenis. Wat gebeurt er? Na het overlijden van Abu Bakr radhiyallahu anhu, wordt Omar radhiyallahu anhu wordt daarna de khalifa. In het tijdperk van Abu Bakr hebben de moslims al controle genomen over grote delen van wat nu Irak is, wat nu het huidige Irak is. Maar nadat de profeet alayhi salatu wasalam, of nadat Abu Bakr overlijdt, de Perzen, het Perzische Rijk, wat regeert over, op dat moment regeerden zij over Irak en Iran en bepaalde landen in het oosten van Azië. Zij zien dat Abu Bakr overlijdt en zij beginnen weer grond terug te veroveren op de moslims. En zij worden een bedreiging voor de moslims. Dus wat gebeurt er? Omar ibn al-Khattab, die op dit moment de khalifa is, hij krijgt dit te horen en hij krijgt te horen over de grote dreiging van het Perzische Rijk, die steeds meer grond aan het veroveren is op de moslims. En Omar is van plan, hij is van plan om zelf vanuit Medina te vertrekken om de Perzen te bestrijden. Dus hij is zelf van plan om dat te doen. En op dat moment komt Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, die gaat naar Omar toe en hij zegt, ja, Amir al-Mu'minin, het is niet verstandig dat jij zelf het leger gaat leiden, want jij moet hier in Medina blijven om leiding te geven, want gebeurt jou iets, dan kan er chaos en fitna ontstaan. Dus hij zegt, het is niet verstandig dat jij dat zelf doet. Wat je het beste kan doen is, stel iemand aan om namens jou de Perzen te bestrijden. En Omar vraagt zich af, ja, wie? Wie gaat dan deze taak volbrengen? En uiteindelijk zeggen ze de leeuw. Een aantal mensen zeggen de leeuw. En Omar zegt, wie is de leeuw? En zij zeggen, Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Sa'd was op dat moment bezig om jizya te innen bij een stam, de Hawazin. Op dat moment krijgt hij dus van Omar de opdracht om een leger te verzamelen en om met dat leger te trekken naar wat nu Irak is. Wat nu Irak is. En Sa'd ibn Abi Waqqas met een leger van ongeveer 10.000 man trekt hij naar wat nu Irak is. En hij slaat zijn kamp bij een plek genaamd Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah ligt aan de rivier de Eufraat, of de rivier de Tigris in Irak. En het ligt niet heel ver van wat tegenwoordig de stad Baghdad is. Hij trekt daar naartoe en de Perzen die horen dit namelijk, die horen dit en zij verzamelen een enorm leger. Volgens sommige bronnen een leger van meer dan 100.000 soldaten, terwijl de moslims niet hele grote aantallen hadden. En zij ontmoeten Sa'd bij de plek Al-Qadisiyah in het huidige Irak. En hier ontstaat uiteindelijk een veldslag in de maand van Ramadan, die uiteindelijk de geschiedenisboeken zou ingaan en die ervoor zou zorgen dat de islam zou worden verspreid over een groot deel van Azië.
Dat is een enorme belangrijke veldslag geweest in de islamitische geschiedenis. Sa'd ibn Abi Waqqas, als je kijkt naar de metgezellen van de profeet alayhissalam en wie heel veel territorium heeft veroverd, dan denk je vaak, de eerste naam die bij je opkomt is Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu, de grote generaal. Maar als je kijkt naar wie het meeste grond heeft kunnen toevoegen aan de islamitische wereld, dan was dat Sa'd ibn Abi Waqqas, radiyallahu anhu. Hij gaat naar de Qadisiyah en de Perzen brengen hun beste mannen, brengen ze naar voren, een groot leger. En dat leger is uitgerust met grote oorlogsolifanten. Jullie zien hier op de foto, zo heeft het er ongeveer uitgezien. Grote olifanten, ja, de moslims die hadden dat natuurlijk nog nooit gezien, dit soort grote olifanten. En de Perzen brengen een leger met grote oorlogsolifanten, met wapentuig die de moslims niet hadden, et cetera, et cetera. En uiteindelijk breekt de veldslag van Al-Qadisiyah aan in de maand van Ramadan. Deze veldslag die duurt een aantal dagen. Is een heel groot verhaal. Ik ga niet te veel uitweiden, want dat is weer een onderwerp op zich. Maar het is iets waar je jezelf in kan verdiepen. Al-Qadisiyah, Ma'arakat Al-Qadisiyah. Uiteindelijk door het werk van een metgezel genaamd Al-Qa'qa' ibn Amr al-Tamimi. Een metgezel van de profeet alayhissalam en een van de commandanten van het leger van Sa'd ibn Abi Waqqas. Worden die olifanten door de moslims onschadelijk gemaakt. Dus de moslims vinden een tactiek om die olifanten onschadelijk te maken. De tactiek die ze gebruiken is het verblinden van de olifanten. Dus zij beginnen met het schieten van pijlen op de ogen van de olifanten. En als de olifant natuurlijk niet kan zien, ja, dan kan die ook niks. Dus die olifanten worden op een gegeven moment aangevallen met pijlen. Zij raken verblind en zij beginnen hun eigen mensen te vertrampelen eigenlijk, want je moet je voorstellen hoe zwaar zo'n olifant is. En die olifanten gaan alle kanten op. En dit is het begin van het verlies van het leger van de Perzen, van Hormuzan, bij Al-Qadisiyah. En Sa'd ibn Abi Waqqas, hij heeft zelf niet deel kunnen nemen aan deze veldslag. Hij was wel aanwezig als de commandant, maar hij werd getroffen door een ziekte. Hij had een soort huidziekte, waardoor hij niet kon participeren in de fysieke strijd. Dus hij bevond zich op een soort van plek eigenlijk, van waaruit hij opdrachten gaf aan het leger. En Sa'd ibn Abi Waqqas krijgt van Allah de overwinning bij de veldslag van Al-Qadisiyah. En wat daarna gebeurt, en dan gaan we een brug maken, want ik ben begonnen met Sa'd in Mekka, de onderdrukking, de vernedering, de honger, het moeten eten van huiden van kamelen, noem het allemaal op, die moeilijke jaren. Wat gebeurt er nu? En dit is de aard van de metgezellen van de profeet alayhissalam. En dit is iets wat wij moeten internaliseren als moslims. Want dit is hoe zij waren. Waarom heeft Allah hun izza gegeven? Waarom heeft Allah hun verheven? Waarom heeft Allah hun dua en ad'iya verhoord? Waarom heeft Allah hun gezegend op alle manieren? Waarom is dat zo? En waarom wij minder dan hun? Of wij helemaal niet eigenlijk, als je het vergelijkt met hun. En dit is de reden. Wat gebeurt er? Jullie zien hier op deze foto hier. Dit is het enige wat overgebleven is van de hoofdstad van het Perzische Rijk in die tijd. Na de veldslag van Al-Qadisiyah, wat gebeurt er dan? Sa'd ibn Abi Waqqas trekt met het leger richting Medain. Medain is de hoofdstad van het Perzische Rijk. De mooiste stad die je maar kunt bedenken. De naam alleen al vertelt je al de omvang van deze stad. Want Medina, Arabisch Medina, betekent stad. Medain betekent meerdere steden. Dus het was een stad die eigenlijk telde als meerdere steden tegelijk. En die hoofdstad van het Perzische Rijk, waar ook Kisra, de keizer van de Perzen, in die tijd was dat Yazdegerd II, als ik me niet vergis. Hij was op dat moment de keizer van het Perzische Rijk. Hij hoort dat de moslims er aankomen en hij neemt alles wat hij aan bezittingen heeft en hij vlucht met zijn familie uit Medain. En vervolgens de moslims weten uiteindelijk deze stad te veroveren. En hier op de foto zien jullie wat overgebleven is van het kasteel van Yazdegerd, van de Perzische keizer, in Medain. En dit kasteel werd omschreven door sommige historici als een kasteel die zijn gelijken niet kende. Qua architectuur, qua schoonheid, qua rijkdom. Nou, ik heb hier een soort van... Dit is hoe het ongeveer eruit heeft gezien in die tijd. Dit is een soort van schets die later gemaakt is op basis van hoe het ongeveer eruit heeft gezien. Dit was ongeveer hoe het paleis van Kisra, van Yazdegerd, eruit zag toen Sa'd ibn Abi Waqqas en Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Salman al-Farisi, zoals jullie waarschijnlijk weten,
Hij was zelf van Perzische afkomst. En toen hij een klein jongetje was, liep hij langs dit kasteel, maar hij mocht natuurlijk niet naar binnen, want alleen maar de notabelen en de rijken, de machtigen, konden het paleis betreden. En hij was gewoon een arme jongetje. En hij liep er langs. En nu dezelfde Salman al-Farisi, die inmiddels meer dan 70 jaar oud is, en Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, de metgezel van de profeet, die al die beproevingen heeft moeten doorstaan. Mensen, je moet je voorstellen, kijk, voor ons, als jij dit nu vandaag de dag ziet, denk je, oh ja, leuk, weet je wel. Waarom is het voor jou ja leuk? Omdat jij hebt waarschijnlijk Spanje bezocht, je hebt de Alhambra in Spanje gezien, je hebt de Eiffeltoren in Parijs gezien, je hebt het Colosseum in Rome gezien, je bent waarschijnlijk in Marokko gezien, je hebt de mooie paleizen en tuinen van Marokko gezien, en India, en noem het allemaal maar op. Je hebt van alles gezien in je leven, dus op jou maakt het niet heel veel indruk, want jij hebt al... Jij leeft in de 21ste eeuw en jij weet al hoe dingen zijn en hoe mooi dingen zijn. Je ziet het elke dag. Maar we hebben hier te maken met Bedouinen. Mensen uit de woestijn die ongeveer 20 jaar eerder moesten leven van kamelenhuid. Het koken van kamelenhuid. En zij komen dit binnen. Deze pracht en praal van het Perzische Rijk. Het kasteel van Kisra. En je zou dan denken, wat doet het met hun? Wat doet het met hun? Wat gaan ze doen? Gaan zij daar blijven wonen? Want je zou kunnen zeggen van ja, weet je, ze zien dat en zeggen van, dit is zo mooi, dit ga ik nooit meer verlaten. Ik ga hier lekker zitten, ik ga hier verder leven en wonen. En ik ga hier nog lang en gelukkig leven. Maar wat doen Sa'd ibn Abi Waqqas en Salman al-Farisi radiyallahu anhu? Zij komen dit prachtige kasteel binnen en zij zien al die pracht en praal. En wat doen zij? Het eerste wat de metgezellen van de profeet alayhi salam doen, is zij beginnen sujood shukr te doen, het buigen van dankbaarheid aan Allah. En er is overgeleverd dat er meer dan 30 keer werd gebuigd het shukr aan Allah door Sa'd ibn Abi Waqqas, Salman al-Farisi en de andere metgezellen. En er wordt gezegd dat wat gebeurde er met dit mooie paleis? Zij veranderden het in een moskee. Zij veranderden het in een moskee waar de moslims konden bidden. En dit is hoe Allah hun heeft geëerd. Van de woestijn van Mekka naar het paleis van Kisra in de hoofdstad van het Perzische Rijk. En om ook even op in te gaan met daarin. Waarschijnlijk kennen jullie de hadith van de profeet, alayhi salam. Een hadith, en dat is de laatste vraag die jullie gaan stellen. Dan hoop ik dat jullie deze kunnen beantwoorden. De profeet, alayhi salam, hij was met de metgezellen in een hele moeilijke tijd. Een hele moeilijke tijd. Een tijdperk waarin zij honger hadden. Het koud hadden. Zij werden omsingeld door de vijanden van alle kanten. En toen heeft de profeet alayhissalam woorden uitgesproken. En hij heeft toen voorspellingen gedaan. Wie van jullie weet wat de profeet toen heeft voorspeld in Mekka of in Medina. Toen de moslims tijdens de veldslag van Al-Khandaq, de greppel, van alle kanten werden omsingeld. Wat heeft de profeet toen gezegd tegen de metgezellen? Wat heeft hij toen tegen hen gezegd? Eventjes kijken wat jullie... Dat Perzië zal worden bevrijd door de moslims. Alleen als je zegt dat Perzië zal worden bevrijd, is heel algemeen. Het is algemeen, want Perzië is een enorm groot gebied. Nee, de profeet heeft specifiek plekken benoemd. Specifieke plekken. Want dat is ook bewijs van zijn profeetschap. Hè? Een van de bewijzen van de profeetschap, de waarachtigheid van de boodschap van de profeet, zijn dit soort voorspellingen die hij heeft gedaan. In een tijdperk waarin er geen enkel perspectief was dat de moslims op een dag dit zouden kunnen bereiken. De profeet, bij de veldslag van Al-Khandaq, toen de moslims omsingeld werden, zoals jullie weten, was er toen een grote rots. En die rots kon niemand bewegen. En toen pakte de profeet een grote beitel, om het zo te noemen. En hij begon op die steen in te slaan. En hij zei toen bij Allah, Allah heeft mij de sleutels gegeven van die en die plek. En hij noemde toen Medain. Hij zei, Allah heeft mij de sleutels gegeven van Medain. Hij zei, ik kan haar paleis van hier zien. Hij noemde, even kijken. Dat was een andere hadith inderdaad, waarin hij voorspelde dat het rijk van Kisra zou worden verscheurd nadat Kisra zijn brief had verscheurd. Maar deze hadith benoemde de profeet, alayhis salam, dat op een dag de moslims Medain zouden veroveren.
Jemen en ook Sham. Sham zouden veroveren. Dus de profeet had dit voorspeld. En Sa'd ibn Abi Waqqas en Salman al-Farisi, zij waren bij de profeet op het moment dat er niks was. Het moment waarop de moslims het idee hadden van wij kunnen elk moment worden uitgeroeid. En de profeet zei toen tegen hun, wees standvastig, want Allah heeft mij de sleutels gegeven van Mada'in en van Yemen en van Asham, Damascus. En op een dag zullen jullie het meesters zijn van die steden. En vele jaren na het overlijden van de profeet, in het tijdperk van Mekka, of in het tijdperk van Omar ibn al-Khattab, staat Sa'd en staat Salman nu voor de poorten van Mada'in en op de troon van Kisra Yazdegerd, die was gevlucht. Ten slotte, wat betreft Mada'in, is wat gebeurde er ook hier weer een andere voorspelling van de profeet die uitkomt, namelijk de profeet alayhissalam had gezegd in zijn tijdperk tegen een persoon, een metgezel, jij zal op een dag de juwelen van Kisra dragen. Ik zei net de laatste vraag, maar jullie hebben... Ik wil dat jullie dit goed beantwoorden. Wie was die metgezel tegen wie de profeet zei van jij zal op een dag de juwelen van Kisra dragen? De armbanden inderdaad. De armbanden van Kisra dragen. Dus de juwelen van Kisra dragen. Wie was die metgezel? Want wat gebeurde er namelijk? De ghanima die de moslims namen na de veldslag van Mada'in. Die ghanima ging waar naartoe? Naar Medina, naar Omar ibn al-Khattab. Want zoals jullie weten, wanneer de moslims ghanima, oorlogsbuit hebben, 1/5 deel daarvan ging naar Medina, naar de khalifa. En tussen die ghanima die Medina binnenkwam, zaten de juwelen van Kisra. En die juwelen worden door Omar, worden ze uit de ghanima gepakt. En Omar roept de metgezel die de profeet had benoemd in een hadith naar voren. Suraqa ibn Malik. Ja, heel goed inderdaad. Ja. Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik. Hij was de metgezel die de profeet, tegen wie de profeet had gezegd, jij zal op een dag de juwelen van Kisra dragen. En Suraqa wordt door Omar ibn al-Khattab wordt hij naar voren geroepen. En Suraqa radiyallahu anhu krijgt op dit moment krijgt hij de juwelen van Kisra van Omar ibn al-Khattab. En ook dit is weer een hadith, een authentieke hadith, waarin de profeet dus een voorspelling deed in zijn leven, die uiteindelijk ook uitkwam. En ook dit is weer een bewijs van de waarachtigheid van de boodschap van de profeet, alayhissalatu wassalam. Tayyib, wat gebeurt er daarna? Dus dit heeft grote implicaties gehad in de geschiedenis, ook de geografie van de regio. Want op het moment dat de moslims, die hebben nu bij de Qadisiya gewonnen van de Perzen, Yazdegerd, de keizer, die slaat op de vlucht, die wordt uiteindelijk, jaren later wordt hij uiteindelijk wordt hij gedood in de buurt van China. Het Perzische Rijk valt uiteen in het tijdperk van Omar ibn al-Khattab en het gebied van het Perzische Rijk wordt nu onderdeel van het Islamitische Rijk van de Rashidun in het tijdperk van Omar. Jullie zien hier op de kaart de expansie van de islam door de tijd heen. Dit wat jullie hier zien, dit was het gebied wat de moslims controleerden in het tijdperk van de profeet Mohammed a.s.w. Dus eigenlijk het Arabische Schiereiland. In het tijdperk van de Rashidun, wordt dit hele gebied, voornamelijk in het tijdperk van Omar, wordt Noord-Afrika, het hele Midden-Oosten vandaag de dag, Irak en het huidige Iran en zelfs wat verderop landen in Centraal-Azië, zoals Afghanistan en noem het maar op, ook die landen worden uiteindelijk in het tijdperk van Omar, worden die landen bereikt door de moslims. Maar wat gebeurt er met Irak? Want wij kennen Irak vandaag de dag als een land van chaos en oorlog en noem het allemaal maar op. Het Perzische Rijk, de hoofdstad van het Perzische Rijk lag dus in Irak, het huidige Irak. Dus wij weten dus dat het oude Irak van vroeger, voordat de moslims dus daar hadden gewonnen, het oude Irak was onderdeel van het Perzische Rijk. Maar dan kan je jezelf afvragen, waarom spreken de Irakezen vandaag de dag geen Perzisch? Maar zoals jullie weten, de Irakezen spreken allemaal Arabisch. Het enige uitzondering is het noorden van Irak waar de Koerden wonen. Maar voor de rest, heel Irak is Arabisch-talig. En de stammen van Irak zijn allemaal Arabische stammen. Wat gebeurde er namelijk? Nadat Sa'd ibn Abi Waqqas overwint in Irak, wordt heel Irak dus eigenlijk onderdeel van die islamitische wereld. En de moslims die dan in dat gebied zich begeven, dus het leger eigenlijk,
Zij krijgen van Omar de opdracht om een nieuwe stad te bouwen in Irak. Nieuwe stad te bouwen in Irak. En Baghdad bestaat nog niet. Dat wordt pas later in het tijdperk van de Abbasiden gebouwd. Maar Omar stuurt twee metgezellen naar Irak om daar dus een geschikte plek te vinden om daar een nieuwe hoofdstad voor de moslims te bouwen. En een van die metgezellen die Omar stuurde was Hudayfa, radiyallahu anhu. En hij zegt tegen hun, ik wil dat jullie een gebied kiezen waar geen, dus tussen Medina en tussen de stad in Irak waar jullie gaan bouwen, er moet geen gebergte tussen zitten, er moet geen zee tussen zitten, er moet geen rivier tussen zitten, het moet gewoon een gebied zijn die makkelijk te bereiken is vanuit Medina. Dus ik wil geen zee tussen die stad of een rivier tussen die stad, het moet gewoon makkelijk te bereiken zijn. Uiteindelijk vinden zij een plek in wat nu Irak is, in het, niet heel ver van Baghdad eigenlijk. En die stad wordt gesticht door Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu en zijn mensen. En dat is de stad Kufa. De stad Kufa. Die wordt dus in dit tijdperk gesticht. En wat gebeurt er hierdoor? Mensen beginnen te emigreren naar Irak, dus de Arabische stammen beginnen te emigreren naar Irak, want Kufa wordt een grote stad uiteindelijk. Wat gebeurt er in het tijdperk van Ali? Ali maakt later in zijn periode van khalifa, maakt hij Kufa de hoofdstad van het Islamitische Rijk. En dat zorgt ervoor dat enorm veel mensen uit het Arabische Schiereiland die beginnen te emigreren naar het huidige Irak, waardoor het huidige Irak eigenlijk volledig wordt gearabiseerd. En dat is de reden dat Irak vandaag de dag niet meer Perzisch spreekt, maar dat het huidige Irak volledig Arabisch is, met uitzondering van de Koerdische gebieden. En Kufa wordt een hele belangrijke stad in de islamitische geschiedenis, want Kufa was de stad waar Abdullah ibn Mas'ud uiteindelijk ook naartoe gaat. Het wordt een stad van kennis. Het is de geboortestad van imam Abu Hanifa, rahimahullah. Het is de stad waar heel veel gebeurt door de geschiedenis heen. Maar datzelfde Irak is ook constant, en dan maak ik even een bruggetje, want waar ga ik naartoe? Datzelfde Irak wordt een gebied van waaruit constant opstanden ontstaan en allerlei groeperingen ontstaan tot de dag van vandaag. Want als je kijkt naar de geschiedenis van alle sectes die zijn ontstaan in de islamitische geschiedenis, dan kun je het herleiden naar Irak. De Khawarij ontstaan in Irak. De Mu'tazila ontstaan in Irak. De Shia, de Rawafid ontstaan in Irak. Alle sectes tot de dag van vandaag. Als je kijkt naar de gewelddadige groeperingen vandaag, het bloed van de moslims verspillen, dan komt dat vrijwel allemaal uit Irak. Dus tot de dag van vandaag zie je dat Irak een land is wat geteisterd is met oorlogen, met allerlei groeperingen en noem het maar op. En dat is toen ook eigenlijk het geval geweest. Want Sa'd wordt door Omar ibn al-Khattab, hij wordt de gouverneur van Kufa gemaakt. En de mensen van Kufa zijn een stelletje onruststokers, want zij zijn ook degene die uiteindelijk al-Hussein radiyallahu anhu uit te nodigen naar Kufa, waardoor al-Hussein later laten ze al-Hussein in de steek, waardoor de slag van Karbala en noem het allemaal maar op. Dat ontstaat allemaal in Kufa. En uiteindelijk de mensen van Kufa, Sa'd is hun gouverneur in het tijdperk van Omar. Uiteindelijk, wat zeggen ze tegen Omar? Ze sturen allerlei klachtbrieven naar Omar. Sa'd is niet goed, hij deugt niet, et cetera, et cetera. En uiteindelijk, een van hen die zegt zelfs tegen Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, hij zegt tegen hem van, de reden dat wij Sa'd niet als onze gouverneur willen, is omdat hij niet goed kan bidden. Hij kan niet correct bidden. Yani, ajib, als je ziet wat voor belachelijke argumenten zij aanhalen. En Sa'd ibn Abi Waqqas, die wordt naar Medina geroepen in het tijdperk van Omar. Hij komt daar aan en Omar die ondervraagt hem, want ik heb klachten ontvangen, et cetera. Sa'd geeft aan dat die klachten allemaal niet kloppen. En hij legt uit dat hij het gebed verricht zoals de profeet dat deed, alayhi salatu wasalam. En Omar zegt tegen hem van, ga terug naar je plek, want je bent inderdaad gewoon de rechtmatige gouverneur. En Sa'd zegt van, weet je wat, ik heb daar helemaal geen trek meer in. Ik hoef dat gouverneurschap niet meer. Ik neem afstand van politiek. Dus Omar radiyallahu anhu, in het tijdperk van Omar is Sa'd dus de gouverneur van Irak. Nou, we gaan nu richting de afronding. Wat betreft Sa'd ibn Abi Waqqas, als we kijken naar zijn laatste jaren, zijn laatste levensjaren. Een van de titels die hij heeft gekregen trouwens, is Mustajab al-Da'wa. Hij is iemand die bekend stond als hij een dua deed, die dua kwam altijd uit. Die dua kwam altijd uit. Dat is een gunst die Allah hem heeft gegeven. Wanneer Sa'd een dua deed, die dua kwam altijd uit.
En er was bijvoorbeeld een man, om een voorbeeld te noemen, er was een man die begon te roddelen over Sa'd ibn Abi Waqqas. Hij zei bijvoorbeeld tegen de mensen, ja, Sa'd tijdens de Qadisiyya was hij te laf om te vechten en dit en dat. En toen deed Sa'd een dua tegen deze man en hij zei toen van, als deze man de waarheid spreekt, prima. Als hij niet de waarheid spreekt, mogen Allah hem dan treffen met een spraakstoornis, zeg maar. En Allah verhoorde de dua van Sa'd en deze man die kon de rest van zijn leven niet meer praten. En zo zijn er nog vele ahadith waaruit blijkt dat wanneer Sa'd ibn Abi Waqqas een dua deed, die dua werd altijd verhoord door Allah Azza wa Jal. Na het overlijden van Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, zoals jullie weten, dat hebben we behandeld hè, toen we het hadden over, Ali, het tijdperk van Ali en de fitna die toen heeft afgespeeld. Sa'd bevindt zich in die fitna. Hè? Dus er breekt fitna uit in het tijdperk van Omar ibn al-Khattab, of van het tijdperk van Uthman radiyallahu anhu, en daarna het tijdperk van Ali. Sa'd houdt zich afwijzig van deze fitna. Hij zegt, ik wil niks met deze fitna te maken hebben. En er zijn een aantal overleveringen. Hisham ibn Utba, een familielid van Sa'd ibn Waqqas, hij kwam naar Sa'd toe en hij zei tegen hem, er zijn 100.000 zwaarden die jou het meest waarachtig achten in deze zaak. Dus hij zegt eigenlijk tegen hem van, er zijn 100.000 zwaarden. Dus 100.000 mensen die zeggen, jij bent de meeste geschikt om de khalifa te zijn. En wat antwoordt Sa'd? Hij zegt, ik verlang van deze 100.000 zwaarden maar één zwaard, dat wanneer het tegen een moslim wordt gebruikt, deze zwaard niks doet. En wanneer het tegen een kafir wordt gebruikt, dat het snijdt. Dat is overgeleverd in Tarikh Dimashq. Dus hij zegt eigenlijk van, ik wil geen bloed van moslims verspillen. Ik wil niks te maken hebben met oorlog tussen moslims. Dus hij zegt van, ook al zijn er 100.000 zwaarden, ik wil geen khalifa zijn. En wat doet Sa'd in zijn laatste jaren? Hij gaat weg uit Medina. Hij vertrekt naar een plek net buiten Medina. Hij heeft daar zijn eigen boerderij, om het zo te noemen, met schapen en noem het maar op. En hij houdt zich volledig afzijdig van de fitna die zich afspeelt tussen Muawiyah radiyallahu anhu en Ali radiyallahu anhu. En wanneer mensen naar hem toe komen, er is bijvoorbeeld een hadith die zegt dat de zoon van Sa'd, die komt op een gegeven moment aan bij zijn vader, in die buitenplaats buiten Medina. En hij zegt tegen zijn vader, hij zegt, de mensen zijn aan het vechten om leiderschap en jij bevindt je hier tussen, jij volgt hier de voetsporen en de staarten van schapen. En Sa'd zegt, wat een slecht nieuws brengt deze ruiter mij. Hij zegt, ik wil hier niks van weten. Laat mij met rust. Breng mij ook geen nieuws over wat er gebeurt. Hij zegt, ik wil niks weten tussen de fitna, tussen de moslims. Dus Sa'd ibn Abi Waqqas, de grote ridder van de islam. Degene die de veldslag van al-Qadisiyya heeft gewonnen en die enorm veel territorium heeft toegevoegd aan de islamitische wereld. Op het moment dat hij partij moet kiezen tussen Ali en Muawiyah radiyallahu anhu, zegt hij, hij had wel zijn bij'a gegeven aan Ali, maar hij zegt, ik zal niet participeren in fitna tussen moslims. Hij breekt zijn zwaard, hij gaat weg uit Medina. En wanneer mensen naar hem toe komen, zegt hij, ik wil er ook niks over horen. Ik hou mij volledig afzijdig. En hij citeert de ahadith van de profeet alayhissalam over wat te doen wanneer de fitna aanbreekt in het tijdperk van fitna, dat je jezelf moet afwenden. En hij citeert de ahadith over het tijdperk van fitna en hij participeert niet in die strijd tussen Ali en Muawiyah radiyallahu anhu. En zo brengt Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu zijn laatste levensjaren door buiten Medina in een plek genaamd Aqiq. Uiteindelijk sterft hij op zijn boerderij, 16 kilometer van Medina. Er zijn meningsverschillen over wanneer precies. Volgens Ibn Sa'd, in de tabaqat van Ibn Sa'd, het jaar 50 na de hijra, sterft Sa'd ibn Abi Waqqas in het tijdperk van, tijdperk na Ali, dus in het tijdperk van Muawiyah radiyallahu anhu, sterft hij. En hij wordt uiteindelijk naar Medina gedragen en hij wordt daar begraven in de begraafplaats van Al-Baqi. Marwan ibn al-Hakam leidt zijn janaza. Hij was toen de gouverneur in Medina onder leiding van Muawiyah radiyallahu anhu. En hij was meer dan 70 jaar oud toen hij terugkeerde naar Allah. Hij was inmiddels zijn gezichtsvermogen kwijtgeraakt. En dat is wat over hem is overgeleverd wat betreft zijn laatste dagen. Dus wat we hier eigenlijk als belangrijke les uit kunnen halen, wanneer fitna aanbreekt tussen moslims, wanneer je ziet dat moslims onderling met elkaar gaan vechten en strijden, de ene partij zegt ik zit op de waarheid, de andere partij zegt ik zit op de waarheid. Maar wanneer je kijk naar de geschillen, dan zie je dat het eigenlijk
ze zitten allebei op de waarheid. Alleen het is het niet waard om met elkaar te vechten. Wat moet je dan doen? Volg het voorbeeld van Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, die zich afzijdig hield, niet vocht. En hij zei van, ik wil geen bloed van moslims aan mijn handen. En ik bemoei me hier niet mee. En hij trok zichzelf terug. Dus wat doe je in tijden van fitna? Tijden van fitna, wanneer je ziet dat fitna zich verspreidt, wend je af van mensen van fitna. Trek je terug in je eigen huis. En daar ben je het meest veilige. Wees stil. Bemoei je er niet mee. En Allah zal jou daardoor beschermen, zoals hij Sa'd ibn Abi Waqqas heeft beschermd in die periode. En Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu is de laatste van de Mubashirin die sterft. Dus van de 10 metgezellen van het paradijs is hij de laatste die uiteindelijk sterft. En hij is tevens ook de laatste onder de Muhajirin. Onder de Muhajirin is hij ook de laatste die sterft. Dus hij heeft het helemaal meegemaakt vanaf het begin, vanaf de da'wa van de profeet alayhi salam, toen hij slechts 17 of 18 jaar oud is, tot en met het tijdperk van Muawiyah radiyallahu anhu. Hij heeft de 4 khulafa meegemaakt. En hij heeft zelf nog een periode meegemaakt waarin Muawiyah de khalifa was, radiyallahu anhu. En Sa'd ibn Waqqas heeft altijd zich afzijdig gehouden van fitna tussen moslims. Hij heeft geen leiderschapposities geclaimd. Hij heeft niet gevochten om leiderschap. Hij wilde het niet. En hij vocht lillah. Hij deed zijn aanbiddingen lillah. En aan het eind van zijn leven trok hij zich terug naar zijn buiten Medina, waar geen mensen waren. En hij leefde de laatste jaren van zijn leven tussen de schapen en de kippen. En hij bewaakte zo zijn handen en zijn tong van fitna. En dat is, beste broeders en zusters, het leven van Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Een van de metgezellen van het paradijs die door de profeet alayhi salam het paradijs is beloofd. En wij zijn niet het paradijs beloofd. Hij is wel het paradijs beloofd, maar toch zie je, ondanks het feit dat hij in die vroege jaren het paradijs werd beloofd door de profeet alayhi salam, bleef hij zich zijn hele leven inspannen voor de religie van Allah, het dienen van Allah azza wa jal. En subhanallah, als je naar ons kijkt, ons is helemaal niks beloofd. Er is ons helemaal niks beloofd. En wij leven vaak het leven alsof Jannah ons al beloofd is. Allah al-musta'an. Barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. En volgende week, inshallah, dan gaan we het hebben over Abu Ubaida ibn Amir al-Jarrah, radiyallahu anhum. Dus barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.